Als je palingvisser Gerle Postma uit Zoutkamp vraagt of hij een uitstervend beroep heeft, is hij duidelijk. Ja, want als ik nu moet zeggen een opvolger voor het vissen, dan zou ik zeggen nee, niet doen. Dat kan nooit. Je begeeft je in armoede. En zie je ook paling? Ja, er zit een beetje paling tussen. Niet zoveel. Het zijn allemaal koolblaadjes. Mijn opa die zei, als het in je bloed zit, dan komt het wel goed. Het vissen? Vissen, ja. En het zit al generaties in jullie bloed, hè? Ja, ik ben de vijfde generatie al. Dit wordt nog niet in één keer. Ik doe er een netje mee, dan doe ik eerst de helft erin. En daarna de andere helft. En hij is te zwaar om in één keer op te tillen. Dat is een goed teken toch, dat dit te zwaar is? Ja, als een paling was wel, maar... Er zaten maar twee kleintjes in. Zoals om deze tijd is het heel moeilijk paling te vangen. Dan ben je afhankelijk van de weersinvloeden. Is het koud? Is het noordenwind? Nu zie je bijvoorbeeld daar de meidoorn bloeien. Als de meidoorn bloeit, dan is het slecht vissen voor de palingvisser. Dat heb ik van mijn opa geleerd. Maar dat klopt precies. Je kan het wel zien, er zaten maar twee palingen in. Een mooi kleurtje. Ik mag nu onbeperkt paling vangen tot 1 september. En daarna moeten we stoppen met palingvissen. Ja, en waarom dan? Dat is om te zorgen dat de paling die volwassen is, dat die weg kan trekken naar zee. En dat die kan zorgen voor nageslacht. Net als die palingtrek goed op gang is, dan moet je stoppen. En ik zie hetzelfde als bijvoorbeeld een boer met aardappels. Die heeft 10 hectare aardappelen. Die wil je oosten. Dan zegt de overheid, nou, je mag 5 hectare oosten, de andere 5 hectare moet je laten zitten. Ja, zegt die boer, maar dat is mijn wens. Daar heeft niks mee te maken, zegt de overheid. Dat moet blijven zitten voor de natuur. Ja. Maar ja, die aardappels die groeien wel weer. En de overheid is natuurlijk bang dat die paling ten onder gaat. Ja, maar onze overheid heeft de gemalen en dergelijke nog niet aangepast. Dat is jammer. Heel veel paling die gaat voor de stroom aan en die komt bij zo'n gemaal. En die gaat door zo'n gemaal heen. En wat er dan gebeurt is dat als ze te groot zijn, als van die grote palingen zijn, dan gaan ze kapot. Kijk, dit is een makkelijke regeling. Gewoon die visserman stilleggen en kijk eens wat we voor de paling doen. Dat is natuurlijk, dat gaat niet uit de portemonnee van de overheid, maar dat gaat uit mijn portemonnee. Er is best wel veel paling. Alleen je moet het zien in verhouding. Ze willen eigenlijk terug naar een bestand van de jaren 60. Toen was er overvloed, toen was er heel veel fosfaat, stikstof, nitraat in het water. En dat is nu allemaal eruit. Dus er zijn minder voedingsstoffen. Dus er groeit ook minder vis. We willen hier in Nederland een meter diep in het water kunnen kijken. Maar dat is niet goed. Want er is een oud spreekwoord dat zegt, het is goed vis in troebel water. Maar als je dit een paar keer per week moet doen en per fuik zit er 1 of 2 paling in, dat kan toch nooit uit? Nee, momenteel niet. Dat klopt. De eerste 10 jaar dat ik viste, toen zag ik eigenlijk al dat ik minder collega's kreeg. Ze stopten allemaal uit de armoede, niet uit wilde. Dus toen dacht ik, als je wil overleven, dan moet je iets veranderen. Dus daarom ben ik paling gaan roken. Zo haal ik meer geld uit dezelfde kilo paling. Puur de visserij kan je niet meer leven, dat is onmogelijk. In mijn geval, als je dan puur de visserij neemt, 2.500, 3.000 kilo paling in een jaar vangt, keer 10 euro, dat is 30.000 euro. Nou, daar kan je niet van, bedrijf niet van bestaan. Jullie hebben dus ook je eigen winkel en restaurant? Ja, ik zat hier met een kleine rokerijtje, met een kleine winkel, 25 zitplaatsen. En dat was eigenlijk te weinig. Je zag steeds mensen doorrijden, die zeiden, nou ja, het is toch vol, we rijden maar door. Kijk, en als ondernemer prikkelt je dat, dan denk je van, dat moet veranderen. Toen ben ik verder naar de binnenhaven gegaan, naar het dorp toe. En daar heb ik een grote loods gekocht en die heb ik helemaal omgebouwd tot de winkel en restaurant. Maar het mooie is eigenlijk dat je eigen vis kan verkopen in de winkel. En je kan mensen er ook over vertellen, je kan je passie kwijt. En ondertussen kan je ook nog blijven vissen, terwijl het niet meer uit kan. Wat koolblaadjes, enkel aaltje. Dit is een visserijkundig onderzoek. Van het Van Hal Instituut. En die doen een project over meerdere jaren om te zien hoe de vissen
migreert heen en weer trekt. Blank voor een 7, baarsje 8. Daarvoor is het heel mooi om samen te werken met de beroepsvisser. Eén, omdat die vaak al fuiken hebben staan, dus dan hoeven de vissen niet twee keer gevangen te worden. En twee, omdat ze natuurlijk heel veel lokale kennis hebben. En dat levert jouw geld op? Dat levert mijn geld op. 51. Als ik mijn vader of mijn opa dat zou vertellen, dan zeg ik, ja, flauwekul. Wat vroeger hoofdzaak was, de visserij, is nou bijzaak geworden eigenlijk. Blank voor een 8. Als ik 's morgens in mijn boot sta en ik ga weg te vissen, dan vergeet ik alle sores even en dan ben ik gewoon aan het vissen. En dat is gewoon leuk. Dan kan je even je hoofd leegmaken. En daarna kan je met frisse moed in de rokerijen aan de gang. Kijk, je ziet dat ze al mooi bruin zijn geworden. Of er een opvolger komt, die kans is niet heel erg groot. Want jullie kinderen? Ja, die hebben allemaal goede banen en die kunnen het in 36 uur verdienen. Je hoeft geen 70 uur te werken ervoor. Maar ja, als het in je hart zit, dan gaat het wel goed. Dan maakt 70 uur is geen probleem. Is het niet ten dode opgeschreven, die palingvisserij? En dat het uiteindelijk verboden wordt? Nou, ik denk niet dat ik dat meemaak. Maar na mij misschien wel, ja. En dat is best wel jammer, want het is best een leuk beroep.